Yo, wat up beste kijkers van Gonzi Games en welkom bij een nieuwe DHD Survival. Ik ben nog steeds op mijnzelfde plekje, met mijnzelfde projectje, met mijnzelfde dingie, met mijnzelfde allergie en we gaan gezellig verder. Ik wil eigenlijk vandaag een beetje verder met mijn base of operations, mijn evil base om zo te zeggen. Sowieso wil ik even een beetje gaan minen alvast om wat stenen en zo resources te verzamelen, want ja, we hebben veel nodig. Het is mijn bedoeling om ook nog even dit een beetje af te maken, zodat we wat meer kisten hebben. En dat soort dingen, want ja, we moeten er te veel kwijt. En in de volgende aflevering wil ik graag naar de Mesa Biome. Ja mensen, naar de Mesa Biome, want ja, ik heb blauwe klei nodig. En dat soort dingen allemaal. Mooi om maar eens in die huisjes mee te versieren. Want ik wil gewoon eerst alle resources een beetje verzamelen. En dan beginnen met bouwen. Want ja, dan kan je wel zeggen, van, dan ben je met een huisje bezig en dan mis je weer wat. En dan moet je verdorie, moet je weer terug. En dan ben je weer een hele aflevering bezig om helemaal naar de Mesa toe te lopen om verdomme kutklei te halen. Ja, ik zeg kutklei. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus even kijken hoor. Sowieso gaan we dit even zien, de kisten hier omhoog. Dit kan zo wel, want we kunnen hier nog kisten omhoog. Moet deze sowieso nog even weg. Zo, en die even weg. Oh. Kijk, dit moet nog even weg. Ik denk dat dit wel genoeg ruimte is voor allemaal kisten. Later had ik natuurlijk een speciale storage room maken. Maar dit is gewoon even mijn base of operations standaard eerst even. Dus ik ga dit nog even weghalen. En zo. Of natuurlijk niet te mooi, zolang ik maar wat spullen kwijt kan. We gaan dit even weghalen. Zo, nog eentje. Dan is het volgens mij wel perfect, guys. Zo. Dat nog even weg. En die nog even weg. Want ja, we willen alles wel een beetje perfect hebben. Ik zit hier een gat in de wand, dat vind ik niet zo erg. Ik doe even zo. En ik doe even zo. Dan ga ik even kijken, want ik heb laatst allemaal hout gehaald. Ik moet trouwens ook nog even een farmpje maken. Dat doe ik voor de mensen die hier aan het werk gaan. En dat doe ik. Ik heb natuurlijk wat eten nodig, jongens. Want ja, zonder eten kunnen we natuurlijk niet. Even kijken. Hup. Dus ik maak gelijk even een showtje kisten. Zo. Maar ach, dat is niet veel. Doe het zo. Die er nog even bij. En dan hebben we hier voorlopig eerst wel genoeg aan. Laten we maar wat kijken voor trap chesten en zo nog tussen te zetten. Kijk, ik heb het nou wel zo staan. Het is in principe wel voldoende. Ik kan ze ook alweer zo neerzetten, weet je wel. Gewoon in de lengte, maar dat heeft in principe geen zin. Dus ik ga hier sowieso naar onder nog een paar neerzetten. Hetzelfde doe ik hier. En dan daar. En daar nog een paar. Kijk eens. We moeten hier straks nog even twee overtjes onder. Dat is wel zo mooi. Gaan we hier wat kisten. Goddammit. Ik zei, dan gaan we hier nog even wat kisten. Oh ja, ik heb een silk touch pick. Ik denk, waarom krijg ik steeds steen? Maar ik heb een silk touch pickaxe. Zo. Oké. Nou weet je wat, ik heb een mooie steen gelijk gebruikt om dit dicht te maken. Hartstikke mooi. Komt er goed uit. En zo, en zo. Perfect, guys. This is so perfect. Nou, ik zou het zien, ik heb meer hout nodig. Nee, die. Nee, in deze. Nee, die. Nee, die. Ach, wat zijn we weer lekker bezig. Zo, 32 meer wil ik niet gebruiken, want ja. Hout heb ik straks ook nodig, want ik moet bruggen en alles maken. En natuurlijk de gevel van het huis moet er komen. En ja, we moeten niet komen, mensen. Kijken. Maar ja, hebben jullie al een beetje zin in het WK trouwens? Want ja, het is natuurlijk een lastige pool voor Nederland. We gaan kijken hoe ver ze komen. Ik gok dat ze tegen Spanje nog wel een kansje maken. Spanje is natuurlijk ook niet heel erg in vorm. Maar we gaan het zien. Ik ben wel nieuwsgierig. En ja, is het bij jullie thuis ook versierd? Zijn jullie ook oranje of misschien wel kleuren van Spanje of de kleuren van Brazilië? Of zijn jullie meer voor de Mannschaft? Noem maar op. Laat even weten in de reacties. Ik ben wel even nieuwsgierig. Maar misschien moet ik binnenkort maar eens een keer speciaal voor... voor jullie een WK-uitzending of zo doen. Weet je wel, dan ga ik ergens een vlag of zo maken. Het lijkt me ook wel tof om te doen, speciaal voor de WK. En zodra Nederland verliest, verbrand ik me gewoon. Ja, dat gaan we gewoon doen. Oké. Okay. Ja, dammit, doe ik het weer. Jij moet... daar! Goed zo, oké. Okay. Ik ga even minen, dus ik heb jou niet nodig. Oké, okay, dit op mijn toolkist gewoon. Dit op mijn toolkist, jongens. Schep nemen we mee. Wat extra eten nemen we mee. De torches nemen wij mee. Steen kunnen we hier wel laten. Kijk, hier hebben we geen steen. Dus als we hier nou normaal stenen doen. Dan had ik ook geen fortune pickaxe. Zal ik die voor de zekerheid ook maar meenemen? Want ja, voor hetzelfde geld kom ik diamond of zo tegen onderweg. Kijk, hier mijn... Hey, hier heb ik ook een silk touch. Heb ik de what the fuck? Heb ik serieus twee silk touch? Hey, dat is lekker makkelijk. Nou, dan leggen we jou weg. Ik had er wel een met Fortune. What the fuck? Ja, ik weet zeker dat ik een met Fortune had. Zit die daar in de kist of zo?
Of heb ik die bij mijn andere huis liggen gelaten? Voor mij heb ik hem, ja, ik ben nog even terug geweest natuurlijk buiten uitzending naar mijn andere huis. Voor mij heb ik hem daar gelaten. Dat denk ik wel. Ja. Nou ja, dan haal ik die de volgende aflevering wel even op. Als ik Diamond tegenkom, dan heb ik een Silk Touch. Dan kan ik het later altijd nog met voortje doen. Nou ja, even kijken hoor. Hier komen nog kisten. Dus ik denk dat ik gewoon hier zo naar beneden ga graven. Ik denk dat ik hem 2 breed maak. Ja, dat moet boven perfect zijn. Zo, maak hem mooi 2 breed. In ieder geval wat, wat ruimte om naar beneden te gaan. Even kijken, wat voor diepte ik zit. Handig voor minimap. Ik hoef in ieder geval geen F3 in te drukken van welke diepte ik zit. Even kijken. Zo, kunnen we straks hier mooie stone bricks van maken. Jongens, het komt allemaal ideaal uit. Ideaal. Even kijken. Zo, daar een toortje. En dan gaan we als een echte mijnwerker weer naar beneden. Because we're going down. Ja, daar moet eigenlijk wel een liedje bij. We're going down, 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 down. Oh, nee, ik snap maar. Dan begin ik weer met zingen, dat moet me niet. Even kijken. Gaan we hier nog verder naar beneden. We gaan gewoon lekker verder naar beneden. Hup. En die nog. Perfect, guys. Zo. Nee, dat is weer te ver naar beneden. Dude. Tja. Even kijken. Dan doen we hier weer even wat licht. Tja, anders wordt het weer donker. En dan zien we niks. En dan word ik bang. Want het is wel donker, jongens. Die kan wel weg. Dan gaan we verder naar beneden. Hup. Zo. Ja, sowieso ga ik altijd wel vinden op diamond hoogte. Ja, mocht ik onderweg diamonds tegenkomen, altijd ideaal. Want ik al zei, ik wil zoveel mogelijk mijn resources gebruiken wat ik hier verzamel. Ja, behalve mijn fortune pickaxe natuurlijk, want ja, die heb ik thuis gelaten. En ja, dat hoort er gewoon bij. Even kijken. Zo. Ja, en ik heb wel weer zin om in dit project. Ik denk dat ik voor de volgende aflevering iemand ga vragen. Dus wil je meedoen? Laat even achter in de reacties. Dan ga ik even kijken wie ik meeneem. Lijkt wel tof, dan gaan we gezellig met z'n tweeën naar de Mesa Biome. En dan kan je misschien voor je eigen shit ook nog even wat spullen verzamelen en dat soort dingen. Dat lijkt me wel een goed idee. Dus laat even achter in de reactie als je de volgende aflevering mee wil. Of dat je een super goed idee hebt of noem maar op. Vergeet daar niet je Skype natuurlijk even neer te zetten. Je Minecraft naam, want ik ben wel nieuwsgierig of je wel op de DHD server zit. Dus zoals ik zei, ik geef geen whitelist natuurlijk weg. Voor de rest, ja. Zo, iron. Kijk, dat kunnen we altijd wel gebruiken. Kunnen we straks wat gear maken en zo. Even kijken, zo. Ja, hartstikke mooi, man. Nee, zoals ik al zei, van de lobby is de whitelist af. Als het goed is, is Pieter druk bezig met de minigames die hier allemaal komen. Er is geloof ik al 1 minigame, dat is Prop Hunt. Dus terwijl de mensen kennen het wel als hide and seek, maar dit is dus echt Prop Hunt. Want je moet met een boog de hiders vinden. Dus dat is op zich, ja, het is wel, het lijkt wel heel veel op Prop Hunt. We noemen het ook Prop Hunt. Ja, Prop Hunt. Ja. Wat doe je er dan? Helemaal niks. Maar even kijken. Zo. Even kijken. We zitten nu op 47. Komt mooi uit. Dan gaan we nog verder naar beneden. Hopen we dat we wat vinden. Ja, ik kom hier toch voor resources. Ik heb in ieder geval genoeg stonehazen, jongens. Daar ben ik wel blij mee. Zo. Gaan we dit naar beneden mijnen. Even kijken. Dit nog even verder naar beneden. Zo. Hé. Hey. Zo. Doen we daar weer even een lampje. En dan gaan we hier weer verder. Bam. Ja, dat is weer het voordeel van de Silk Touch. En normaal moet je het weer koken. De stick de kobbel. En dan krijg je eindelijk steen. En dan kan je er eindelijk stone bricks van maken. En dan zeg je van, jee, ik heb stone bricks. Maar ja, met de Silk Touch is het natuurlijk veel makkelijker. En zoals jullie zagen heb ik er zelfs 2. Dus ik hoef voorlopig geen steen te koken. Dat vind ik wel super gunstig. Om zo te zeggen. Super gunstig, wat heb ik dat van? Het zal wel voor Arjen komen, denk ik. What the fuck, ik serieus, ik neem te vaak op met die gast. Die zegt ook altijd super gunstig. Even kijken. Nou, zullen we hier dan ook maar weer een lampje doen, want anders is het ook weer zo donker. Even kijken. Nog eentje naar beneden. Zo. Ja, ik denk ongeveer op tot 12 gaan. Kijken, misschien komen we wel iets tegen onderweg. Mineshaft of iets dergelijks. Ja, mensen, ja, ik heb gezegd, ik ben met het project bezig, maar ja, dit hoort er ook gewoon bij. Weet jij, je moet toch je resources verzamelen. Ja, ik bouw het niet in creative, want ik bouw het toch helemaal in survival. Dus ja, dan moet je ook wel een beetje wat dingen verzamelen en ja, dat hou je wat, hè. Je doet er helemaal niks aan. Zo. Even kijken. Die naar beneden en dit naar beneden. Ja, perfect. Het gaat lekker zo. Vooral met zo'n efficiëntie pickaxe gaat het ideaal. Even kijken. Gaat die nog even verder? Ik zit nou op 27, 26. 25. Natuurlijk later gaan we hier ergens nog even een trapje zo maken. Wat makkelijker is om naar beneden te gaan. Want ja, ik denk dat ik straks een bepaalde mensen gewoon hier ook vastlaat. Zo, ik zeg van, oké, jullie mogen helpen met het project.
Doe dit, doe dat. Ik maak gewoon een hele takenlijst, zeg maar. Sorry, ik moest even gapen. Wat even strek, om het zo te zeggen. En ja, zorg voor dat het gebeurt. En ja, doe je niet goed, dan mag je niet meer meehelpen. Simpel zat. Je moet niet gaan kloten. Je moet wel even serieus aan het werk gaan. Dat is wel de bedoeling. Want ja, ik leid dan toch een projectje. En dat vind ik gewoon gaaf, weet je wel. Een lekker icy place. Hallo? Hallo? Het is in ieder geval niet mijn maag die borrelt, maar volgens mij is dat lava. Dus we zitten dicht bij lava. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we zitten op laag 17. Dus dat schiet mooi op zo. 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 Eentje naar beneden. Dan zitten we bijna op de hoogte wat ik wil. Zo. Dan gaan we die nog even weghalen. Die nog even weg. En dan doen we hier nog even een lampje. Nog eentje naar beneden, jongens. Dan zit ik op de hoogte wat ik wil zijn. Zo. What the fuck. Oké, okay, deze hoogte wil ik eigenlijk een beetje zijn. Ja, meestal zeggen van je moet op 11 beginnen. Maar ik vind 12 vind ik zelf wat idealer. Ja, dan gaan we mijnen. Dan gaan we eens die kant op. Weet je wat? Ik maak eerst hier gewoon een ruimte. Zo. Een beetje een grote ruimte. Zo. Zo. Oké, okay, dit is een bug. What the fuck? De server lagt volgens mij een beetje. Vreemd. Maar dat maakt ze wel uit. We gaan gewoon weer gezellig hebben. Maar lijkt de server een beetje. Ja. Oké. Okay, en dan gaan we hier mooi verder. Deze kant beginnen we dan. Recht voor die gaat. En dan zetten we hier weer een lampje neer. En dan gaan we hier weer verder. Ja, ik krijg aardig wat steen zo, mensen. Daar ben ik wel blij mee. Daar ben ik super blij mee. Zo. Ah, kijk, redstone. Redstone kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. Oh ja, dus ook zo. Ik heb een silk touch. Dat moeten we later dus even met een fortune of eventueel met een andere pickaxe even mijnen. Of ik moet het natuurlijk zo laten. Want het zijn natuurlijk wel leuke decoratieblocks, hè? Ja, je kan ze natuurlijk wel voor redstone gebruiken. Maar ja, decoratieblocks kan je ze natuurlijk ook altijd voor gebruiken. Nou, ik laat ze eerst sowieso wel even als dit. Als blokje. Als ik die nodig heb, kan ik ze altijd weer mijnen. Zo. Recht zo die gaat, zeg ik altijd. Ik heb meestal altijd wel mazzel met diamond. Maar zou ik dat dit keer ook hebben? Ik heb geen idee. Nou ja, zoals jullie zien, ik gebruik geen X-ray. Dus heb ik ook nooit gedaan. Ik zeg altijd, ik gebruik G-ray. Maar het is G-ray. Nou, het is niet... What the fuck? Voor mij lijkt de server een beetje. Maar ja, met mijn verhaal af te maken, sommige mensen vragen... Maar het is nou... Nou, het is geen G-spot ray. Niet om een G-spot te vinden, nee. Het is een Gonzi-ray. Mijn eigen dinges, mijn eigen iets. Kijk, stone blocks. Die kan je ook wel leuk gebruiken trouwens, zo. Kijk, ik zou het hier even snel een... ...tortje neer, want kijk even zien wat hier nog allemaal is. Zo. Ook wel leuk als decoratieblocks. Misschien straks te gebruiken van die coal ore. Misschien als blokken of zo, weet je wel. Dan een rails eroverheen. Ja, dat leek me wel wat. Zo. Dan gaan we weer verder. Even kijken. Ja, hier moeten we verder. Dus dat komt er mooi uit. Zo. Dit even wegmijnen. Hartstikke mooi, man. Oh, nog mooi. Maar meer kool, jongens. We hebben nog meer kool. Dat is vet kool. Ik wil kool. Jij wil kool. Ik wil kool. Samen willen wij veel kool. Zo, kool. Kool, 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 kool. Dankjewel voor de kool. Oh, nog meer kool. Hallo, kool. Zo, we hebben meer kool. Zo. Weer, what the fuck? Voor mij lijkt de server een beetje. Dat is niet prettig, jongens. Want dan moet ik steeds elke blokje weer doen. Ah, iron, 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 iron. Yeah. Nou, wel een succesrondje. Nou, jongens, we hebben iron, we hebben redstone, we hebben coal, we hebben normale stone. Kan het nog beter? Ja, diamond vinden. Maar ja, gaan we diamond vinden, deze deel. Oeh. Ik heb het niet specifiek natuurlijk nodig. Ja, natuurlijk voor later om tools te maken. En dat soort dingen. Misschien een enchantment table en... ja, misschien jukeboxen en dat soort dingen. Maar tot nou toe, nee. Mooi. Dan hebben we weer van dat kut gravel. Maar dan hebben we onze shop. Oh, nou een keer op je kut server. Blijf steentjes niet twee keer hakken. Holy fuck, man. Oké, mooi. Zo. Zo. Dit allemaal weg. Hartstikke mooi. En dan daar weer even eentje. Ja, gravel kunnen we natuurlijk ook maar gebruiken. Want dat is altijd leuk voor paden. Of paden, ja, het sneeuwt toch. Dus in principe niet. Maar voor decoratie kan je het leuk gebruiken. Bijvoorbeeld als je een open haard of zo maakt. Of open haard. Een soort met blacksmith maakt. Dat je het eromheen legt, zeg maar. Om de over de oven. Of om. Over. Over de ovens. Nee, om de ovens natuurlijk. Heen. Dus dat lijkt me ook wel een tof idee. Maar we gaan eerst dit even wegmijnen. Zo.
dan dit weg. En dan gaan we deze nog even weghalen. Hartstikke mooi, mensen. Het gaat lekker zo. Zo, dan plaatsen we daar die even neer. En dan mijn inventory ook al aardig vol aan het raken. Maar ja, moet ook. Daar zijn we wel hier ook voor. Ja, ik ga toch stone bricks gebruiken, mensen. Ik ga niet te veel kobbel gebruiken, want ik denk stone bricks staat wat mooier. Wat is jullie mening? Kobbel of stone bricks? Ik denk dat stone bricks toch mooier is. Of een beetje een combinatie ervan. Want ik vind ja, in deze texture pack plus Optifine vind ik die cobble stairs zien er echt fucking uit. Hey. Waar zijn wij? Hallo? Ik had volgens mij een bucket water moeten maken. Idee voor de volgende keer, mensen? Neem gewoon een bucket water. Nee, natuurlijk ga ik voor de volgende keer ga ik natuurlijk niet minen. Want ja, ik ga niet elke aflevering minen, want dat is natuurlijk niet leuk voor jullie. Terwijl toch... Dude! Kut server. Oh, sorry. Heb ik niet gezegd? Het is een super server. Het is alleen, ja, we zijn nog in een beta. Dus ja, dan moet toch voor alles gebeuren. En daarom af en toe lekt het wel eens. Dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Nee. Ligt meestal aan de host zelf. Dus ja. Even kijken. Zo. Dit maar even meenemen. En dan vind ik het wel weer welletjes voor vandaag, mensen. Kijken. Zo. Dan gaan we alles nog even kijken. Hebben jullie ook verder nog toffe ideeën wat ik moet gaan maken? Weet je wel, in die icy plain biomes. Voor in de bergen of zo. Laat even achter in de reacties. Desnoods, ja, zeg even, kijk daar en daarop. Dat is nou wel leuke gebouwen. Dan kijk even, ik wil natuurlijk alles al een beetje origineel maken. Het is altijd leuk om ideeën natuurlijk te kijken van andere mensen. Vind ik altijd super tof om te doen. Maar nee, dat is natuurlijk niet altijd de bedoeling. Even kijken, dan heb ik gemijnd. Heb ik dit allemaal, dus ik loop even terug. Of ik kan het ook nog een keer de andere kant op gaan minen. Nee, dat ga ik niet doen, want ik vind het een beetje irritant dat de server een beetje lekt. Want ik blijf alles hakken en zagen. Daar heb ik geen zin in. Hey, stone. Dankjewel. Zo, we gaan lekker terug. Ik moet sowieso ook nog even een farmpje en alles maken. Maar ja, ik heb voldoende eten momenteel. Dus, oké, hier moet ik echt even cobblestairs van maken. Want dit is niet zo prettig, mensen. Want dan moet ik even jump, jump, ow. 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 Ja, ik hou wel op. Nou, weet je wat ik al spaatje gewoon ingedrukt en dan la 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 la, au, 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 au. Dit zou je in het echt maar moeten doen, hé. Zou je maar een trap op moeten lopen en dan moet je constant springen, hé. Niet die treden oplopen, maar gewoon echt springen, hé. Gewoon jumpen, hoe zou dat zijn? Oh jee, het is donker. Oké, dit wordt... Oké, ik moet het zeggen. Hier ga ik alle steen in doen. Dus dit wordt mijn steenchest. Stone, ja. Meer stone, hartstikke mooi. Nou, leuk. Blijf openstaan. Ey, vind je dat normaal? Dan doe ik hier gewoon alle decoratie in. Dus dat is coal. Redstone. Coal. Oké. Dan doe ik hier gewoon alle gravel en dirt en dat soort dingen in. Want ja, dirt gaan we denk ik wel nodig hebben. Dan pak ik deze oventje. Dan gooi ik de helft van mijn iron in. En hetzelfde in die gooi ik daarin. Stone. Decoratiestenen. Gravel. Dan gaan we hier het hout maar in doen. Lijkt me een goed idee. Ja. Toortjes moet ik nog even om mijn huisje heen zetten. Misschien dat er nog wat beesten. Kijk wel. Ja. Even standaard, even snel. Hup. Hup. En dan zijn we weer allemaal van die mobs. En vooral tijdens een Blood Moon. Ja, spawnen ze waarschijnlijk nog steeds. Maar het is gelukkig geen Blood Moon. Dat is. Hoop ik tenminste niet. Want ik heb mijn chat niet aanstaan. En één keer is Blood Moon. Dan kom ik eigenlijk als 20 van die zombies achter me aan. Maar dan ga ik rennen. Nou jongens, die zombies en zo zijn echt OP. Skeletons ook, ze rennen gewoon achter je aan. Je hebt charge creepers tijdens de Blood Moon en dat is gewoon niet meer prettig. Nee, dat is gewoon absoluut niet prettig. Maar ja, ik ga jullie nog een keer de uitzicht laten zien van... Wauw, mensen, moet je kijken. Is het nou een goed idee of is het nou een goed idee? Kijk, hier. Je kan hier gewoon van alles maken. Oh, dieren moet ik nog even gaan verzamelen, ja. Goed idee. Maar ja, voor nu mensen wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet de belangrijke blauwe duimpje laten in de reactie achter als je de volgende keer mee wil doen. Of dat je ideeën hebt of noem maar op. Hele mikmak. Doe het gewoon. Volg me ook even op Twitter. @Laurens_. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe DHD Server Survival. Later.